Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Deze video gaat over online educatie versus traditionele educatie. Nou, zoals je weet is online educatie wat ik hier voor jou doe bijvoorbeeld. Dus ik leer jou bepaalde dingen waar jij iets mee kan en daadwerkelijk iets mee kan in je leven ten opzichte van traditionele educatie die dus basisschool, middelbare school, universiteit, 9 tot 5, hypotheek, doodgaan is, standaard rat race. Waar heel veel mensen nog steeds vandaag de dag in vastzitten. Ik ben hier zelf al 3 jaar uit ontsnapt en ik leer andere mensen hoe jij hier ook uit kan ontsnappen. En ik ga je even de 2 verschillen hierin toelichten. En dan kan je voor jezelf een keuze maken of jij dus traditionele educatie wil gaan doen. Wat helemaal niet fout is als je dat wil. Of online educatie zoals ik bijvoorbeeld doe. En ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat zijn de voordelen van dus deze traditionele educatie in universiteit zoals ik ook heb gedaan? Is het persoonlijke contact met docenten en medestudenten? Nou, ik had dit persoonlijk in COVID gedaan, dus weinig persoonlijk contact, kan ik je zeggen. Je nest verlaten, dus je gaat bijvoorbeeld het huis uit, je gaat studentenvereniging, je gaat in een studentenhuis, je leert voor jezelf zorgen. Kosten van deze 4 jaar zijn minimaal 10.000 plus voor alleen de universiteit en dan heb je waarschijnlijk nog je eigen leven. Dat je ook verleent omdat je waarschijnlijk alleen maar puur aan het zuipen bent en aan het feesten bent en af en toe een beetje studeert en leert voor een toets. Nou, normaal duurt dit dus 3 tot 4 jaar. En dit zijn de meest krachtige jaren van je leven. Dit doe je van je 18e tot je 25e. Zijn mensen vaak aan het studeren. En daarin kan je beter je energie ergens anders in stoppen. Zoals in online educatie. Dat is persoonlijk mijn mening. Tenzij je arts of dokter wordt. Nou, wat is dus het voordeel van deze online educatie? Aan de andere kant, online educatie biedt flexibiliteit. Je kan zelf kiezen en je hebt een breed scala aan cursussen en bronnen. Je kunt leren op je eigen tempo en vanuit elke locatie, zoals ik nu ook doe in Bali. En ik neem ook elke jaar coaches. Ik heb zelf verschillende coaches op verschillende gebieden en ik ga zelf ook weer investeren nu in een nieuwe coach. En daar ben ik nu ook weer naar aan het kijken. Deze online educatie kan ook kostenefficiënter zijn. Je kan al vanaf €500 een cursus kopen en high income skill gaan leren. Je kan zelfs voor €0 dingen online gaan leren op YouTube. Wat zijn de nadelen van traditionele educatie dan? Nou, je komt waarschijnlijk in een 9 tot 5 leven terecht, hoogwaarschijnlijk. Je hebt hoge kosten. Je gaat jezelf op jonge leeftijd al de schulden inwerken en een slaaf zijn van het systeem. Je gaat een beroep leren waar je niet gelijk een baan bij hebt. En je bent 4 jaar lang bezig, minimaal. Dat is relatief lang. Je gaat veel drugs en alcohol gebruiken, hoogstwaarschijnlijk. En je hebt verleidingen van uitgaan van vrouwen bijvoorbeeld. Wat zijn de nadelen van online educatie? Nou, kwaliteit van de cursus. Er zijn zoveel fake gurus tegenwoordig, waarin je dus weinig persoonlijk 1-op-1 contact hebt en de korte duur van 3 maanden, waarin je beloofd wordt om binnen 3 maanden 10.000 plus per maand te gaan verdienen. Ja, dat is natuurlijk niet de realiteit. Mijn coachingsprogramma is 6 maanden lang en daarin werken we ook toe naar een bepaald doel. Bijvoorbeeld ook een 10.000 per maand eventueel. Daar zitten nooit garanties bij en ja, de kwaliteit van mijn cursus is daarin tegen veel hoger. Je krijgt 1-op-1 contact met mij. 1 keer in de week kan je mij spreken. Je krijgt persoonlijk WhatsApp contact met mij. Je krijgt coaching calls van mij. Je krijgt de videocursus die ik zelf heb geschoten van mij. Het is allemaal vanuit mij naar jou. En ik doe dit met een klein groepje. Ik doe dit momenteel met 30 studenten 1-op-1. Veel verder dan dat schaal ik momenteel ook niet. Omdat ik niet ten koste wil gaan van de kwaliteit die ik kan leveren aan mijn studenten. Oké. Okay. Nou, traditionele educatie. Wat is de kwaliteit van de leerervaring? Vaak is deze niet van toepassing. Is het hele oude kennis die je toegeschoteld krijgt. Het is hele oude info en niet van toepassing op de wereld van nu. Relevantie. Het is totaal niet relevant. Tenzij je arts of dokter wilt worden. Tenzij je een 9 tot 5 kantoorbaantje wilt. En ja, weet ik veel, 20 tot 60.000 per maand uiteindelijk wil verdienen. En jezelf schulden in wilt werken. Legit, vaak zijn de leraren van je waar je leert wel legit en hebben ze wel de juiste kennis over het onderwerp. Alleen hebben ze vaak niet het leven wat jij wil. Dus check hierbij even de auto, vrouw, leven van een van je leraren als voorbeeld. En wil je dat leven, dan is dat helemaal prima, maar dan kies je daar wel voor. Nou, de traditionele educatie, het netwerk ervan. Je leert mensen kennen, je leert vrouwen kennen eventueel. Vaak worden dit ook geen ondernemers die hierin zitten. Het zijn niet de mensen die je verder omhoog gaan brengen in het leven. Hoogstwaarschijnlijk. Natuurlijk kan je hierin vriendschap ontstaan, maar ik raad je aan. Als je niet weet wat je wil doen in het leven, check dan gewoon dingen op YouTube als je weinig kapitaal hebt. Of neem een baantje en ga daarnaast de site tussen starten. Om uit de matrix te ontsnappen. Zeker als je nog thuis bij je ouders woont. Oké.
wat is het online educatienetwerk? Je leert mensen kennen, je coach, je mentor en mensen in deze communities bijvoorbeeld. Zoals ik ook heb in mijn eigen communities, heb je dus ook meetups, heb je dus ook groepscalls. En daarin leer je dus andere mensen kennen. En de mensen hebben dezelfde interesses, ze hebben vaak een klik met elkaar. En die mensen die in zichzelf gaan investeren, die willen ook verder komen in het leven. En die zijn ook een stuk serieuzer. Daarom raad ik je ook aan om bijvoorbeeld een coachingstraject te nemen. Ik zeg niet per se dat je bij mij een coachingstraject moet nemen, maar als je betaalt, iemand anders heeft ook betaald en je komt in contact met iets serieuzere mensen. Ik hoop dat je dit weer een super waardevolle video vond. Laat even een like achter en abonneer op dit YouTube kanaal. Het zou me enorm waarderen om dit soort video's verder voor jou te kunnen maken. En dan check je weer terug bij een volgende video. Ciao, ciao.